Zo, het nieuwe jaar is begonnen. We wensen natuurlijk een fantastisch wijnjaar dit jaar. Iets meer oogst in Europa dan vorig jaar 2017 met al die nachtvorst en hagel en wat voor problemen dan ook. Waardoor de prijzen alleen maar omhoog gaan, dat willen we niet. Zelf hebben we weer een prachtig nummer gemaakt, vind ik. Ik ben zelf daar Moulin Avant gereisd. Een cru in de Beaujolais, waar tegenwoordig fantastische wijnen worden gemaakt. Het is eigenlijk een beetje vergeten dat ook in de Beaujolais een soort bourgogne-achtige wijnen kunnen worden gemaakt. Die fantastisch smaken en die echt ook bewaard kunnen worden. Heel onverwacht en heel interessant. Onze nieuwe schrijfster Karin Leeuwenhoek reisde af naar Romagna in Italië. Heeft daar een heel leuk artikel over geschreven. Het is een onbekende streek waar wat Sangiovese staan en wat lokale druiven. En zij werpt daar een heel leuk nieuw licht op. En ik vond het zelf heel interessant om te lezen. Erg leuk. We hebben een andere nieuwe schrijver, Huib Erikshoven, die de wijnen van Moutchau proeft uit Portugal. Die dat heel leuk beschreven heeft. Portugal is sowieso een land waar ik enorm van hou en waar prachtige wijnen vandaan komen. We hebben de Alicante Pochet-druif is helemaal doorgelicht door Lars Daniels op zijn eigen wijze, technisch, in de diepte. Echt de leuke kanten van die druif helemaal beschreven. Magde van der Rijst en ik hebben samen een artikel geschreven over kroeg champagne. Ja, champagne vinden we natuurlijk geweldig. En kroegst heet het artikel. Ja, mooier kun je het niet hebben in de champagne. En ja, we zijn zo verliefd op dat soort mooie champagnes. Daar spettert de passie ook vanaf. Dus dat is alleen maar nog leuker om te lezen. Kees van Leeuwen, sinds 20 jaar al elke nummer een bijdrage. Heeft de levenscyclus van de druif beschreven, de fenolische cyclus. Ook op zijn onafvolgbare manier, technisch, maar ook leuk geschreven en super interessant voor de liefhebber. We hebben enorm veel wijnen geproefd. Prachtige mousserende wijnen, crémants, cava's, zoals deze lekkere Gramona Imperial, een van de mooie cava's die gemaakt worden. Wijnen van overal weer, met superveel proefnotities, mooie Bordeaux's uit de middenklasse. Ik vind dat Bordeaux te veel het accent legt op de Grand Cru's en wij vinden de middenklasse in Bordeaux eigenlijk veel interessanter, prijskwaliteit. En die wijnen staan ook weer bij de proefnotities. Verder alle vaste rubrieken. Hilary Ekers heeft de wijninkoper van Albert Heijn geïnterviewd, Spike Huisman. Geeft altijd weer een leuk verhaal over wat bij Albert Heijn, bij Ahold gebeurt. Dus volgens mij geeft het nummer 1 van dit jaar weer enorm veel leesplezier. En geniet ervan!